Hallo lieve mensen, welkom bij de online kennisweek Sterk aan het Werk. Jabba ja, meneer Rijman zou het openen, Jurgen Rijman, oh, is mijn neef, ja precies. Oh. Maar wat is gebeurd? De jongen heeft zich verslapen, kan je voorstellen, hij heeft zich gewoon verslapen, dus hij zou veel te laat komen. Daarom noemden ze dat programma Rijman is laat, want hij is altijd te laat. Dus ik zeg, hoe kan je die mensen laten wachten, is toch niet netjes? Oh, moet ik het van je overnemen weer? Toen zei tante S, alsjeblieft, als je het voor elkaar openen, zou ik het leuk vinden. Want vorig jaar toen ik in Utrecht was bij die mensen, vroeg iedereen me steeds, waar is tante S, waar is tante S? Dus liever doe jij het. Toen dacht ik, nou wel, dat ga ik het doen. Dus lieve mensen, hier ben ik dan. Oh, huh? Zijn jullie er klaar voor? Zijn jullie klaar om te beginnen aan de Sterk aan het Werkweek? Oh? Heb je de bingo kaart al uitgeprint? Als je het nog niet hebt gedaan, ga naar de website www.sbcm.nl/lerenwerktvooriedereen. En dan ga je naar die site onderin, dan ga je zien, dan kan je een bingo kaart uitprinten. Print die bingo kaart uit. Nou, wanneer je het hebt uitgeprint, dan vul je elke dag alles in wat je hebt gedaan. En wanneer je op het eind van die 5 dagen zoveel mogelijk hebt gedaan, dan stuur je dat formulier, je bingo formulier, stuur je naar ons. En wie weet, kan je dan op grote prijs winnen. €50. Oh, hoe leuk is dat? Ja toch? Dus, zijn we er klaar voor. Want vandaag hebben we een hele speciale dag. Vandaag gaan we het namelijk hebben over prettig samenwerken. Ja, want prettig samen is heel belangrijk. Als je prettig samenwerkt, dan sta je 's ochtends op om naar je werk te gaan met het gevoel van, hè, ik mag weer aan het werk. En niet het gevoel van, oh jee, ik moet weer aan het werk. Nee, het is leuker als je met plezier naar het werk gaat. En met plezier naar het werk gaan, dat wil zeggen dat jij zelf ook heel veel in de hand hebt. Ja, want het gaat er ook om, hoe ga je met andere mensen om? Weet je, ben je aardig tegen ze? Kijk, je mag grapjes maken, maar het moeten wel leuke grapjes zijn. En die andere moet zich nooit beledigd voelen. Dus je moet nooit grapjes maken waarbij andere mensen zich beledigd voelen. Houd er rekening mee. En al denk jij van, ik heb het niet zo bedoeld. Anderen kunnen het zo opvatten. En dan is het heel eenvoudig om te zeggen, sorry, ik zal het niet meer doen. Toch? Zo simpel is het. Wat ook leuk is als je met elkaar samenwerkt, is elkaar helpen af en toe. Kijken als je iets voor een ander kan doen. Elkaar groeten, vraag hoe het met je gaat. Gaat alles goed met je? En geef elkaar ook complimenten. Ja, geef elkaar ook compliment. En dat is direct ook onze challenge van vandaag. Want we gaan elke dag een challenge hebben. En dat heeft te maken met het onderwerp. En vandaag is de challenge, maak mij een mooi compliment. Een mooi compliment over mijn jurk, mijn haar, mijn bril. Niet over mijn snor, daar kan ik niets aan doen. Ja, en dan maak je een mooi compliment. Dan schrijf je het hieronder op de site. En dan gaan we de leukste complimenten gaan we uitzoeken. Ja, en die gaan we op de site plaatsen. Ja, oh, dat is toch leuk? Oh. Ik wil jullie alvast een compliment geven dat jullie meedoen aan de SBCM Kennisweek Sterk aan het Werk. Want dat wil zeggen dat je bereid bent om aan jezelf te werken. En daar gaat het om. Want leren werkt voor iedereen. En als je leert werken aan jezelf, dan word je beter mens, een leukere collega. Je gaat beter met geld om. Je gaat beter andere culturen begrijpen. Je gaat beter leren hoe je je iPhone kan gebruiken. Je digitale vaardigheden gaan omhoog. Je gaat zoveel meer leren als je meedoet aan deze week. Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik hoop jullie ook. Ik wens jullie vandaag alvast een hele fijne, prettige dag met het thema prettig samenwerken. Doei!